Van plan om een drone te kopen of wil je misschien je controller upgraden naar een controller met een ingebouwd scherm? In deze video leg ik je de voor- en nadelen uit van de DJI RC, de controller met dus een ingebouwd scherm. Gewoon ter info, met de lancering van de DJI R3 is een nieuwe controller uitgekomen, de DJI RC2, die momenteel exclusief werkt met deze DJI R3 en die heeft enkele verschillen met deze DJI RC, zoals bijvoorbeeld een interne opslag, maar ook een iets mindere batterijduur. Het zou wel een serieuze verbetering zijn in de videotransmissie, maar het gebruik is identiek aan deze al 2 jaar oude DJI RC. Als je op zoek bent naar een DJI-drone, dan zal je het vast al hebben gezien dat je de keuze hebt tussen een bundel met een gewone controller, de DJI RC N1, en de bundel met de DJI RC. Voor de duidelijkheid, de DJI RC is de controller met een ingebouwd scherm en hiervoor betaal je meestal tussen de 100 en 200 euro extra, afhankelijk van de acties die er zijn op dat moment. Zelf gebruik ik de DJI RC ondertussen al zo'n 2 jaar en buiten één groot nadeel ben ik er heel tevreden van. Het grootste voordeel is dat je je smartphone niet meer moet gebruiken als scherm en dit is echt waar een hele verademing. Bij mijn vorige drone moest ik deze verbinden met een kabeltje, software opstarten en zeker niet vergeten om de niet storen aan te zetten, want geloof mij, het laatste wat je wilt is gebeld worden midden in een vlucht. Als je dan een beetje pech hebt, dan begint de DJI-app moeilijk te doen en heb je problemen om je drone terug onder controle te krijgen. Je bent dan altijd langer bezig om de drone in de lucht te krijgen. En als je de versie hebt met scherm, met de DJI RC, is het je drone uitpakken, je RC nemen, beide opstarten, wachten op the home point has been updated. En je kan vertrekken. De DJI RC is een forse controller, maar ligt wel heel erg goed in de handen. Dankzij deze afmetingen heeft hij ook een heel erg goede batterij. Volgens DJI kan hij 4 uur werken op 1 batterij. Maar dit heb ik zelf nooit kunnen testen, want meestal vlieg ik maar tussen de 20 en 30 minuten. Dus dit is sowieso ruim voldoende. Zelfs op vakantie heb ik deze niet moeten opladen en ik ook verschillende keren gevlogen heb. De helderheid van het scherm is 700 nits. En dat is goed zichtbaar in de meeste omstandigheden. Enkel bij mijn vorige vakantie in Griekenland had ik wat problemen dat ik het scherm niet zag in de vlakke zon. De oplossing is dan om een plekje in de schaduw op te zoeken en dan heb je ook weer een goed zicht op het scherm. DJI heeft ook een RC Pro met een 1000 nits scherm. Maar deze controller kost ook al bijna 1000 euro. En meestal bij alle DJI producten, maar ook bij deze joysticks kan je eraf draaien en die kan je hier gewoon in opbergen. Super handig, want dat zijn kleine dingen die je heel snel kunt kwijtgeraken. Ik had het net over een nadeel. En de nadeel heeft vooral dan te maken ten opzichte van een gewone controller waarbij je je gsm moet gebruiken. En dat is dat de DJI RC geen verbinding heeft met het internet. Oké. Je kunt wifi activeren en verbinden met de hotspot van je mobiele telefoon, maar dat doe ik zelf nooit. Als ik ergens wil gaan vliegen, dan wil ik liefst zo snel mogelijk en zo veilig mogelijk de drone in de lucht hebben. En met je iPhone of een andere mobiele telefoon is de verbinding er zonder bij na te denken. Als ik thuis ben, check ik regelmatig op updates en dan verbind ik de DJI RC met mijn thuis wifi netwerk. Op dat moment upload ik ook de recentste vluchten. DJI houdt dit bij en dat vind ik eigenlijk wel leuk om achteraf te bekijken. Maar buiten de verbinding thuis is de DJI RC bij mij bijna nooit verbonden met het internet. Nu ik er zo ook over nadenk, is dat ook niet echt een groot nadeel. Gewoon een onhandigheid. Als je nog een drone moet kopen en je twijfelt tussen de RC 1 of RC 2 bij de DJI R3 en een remote controller zonder scherm, kan ik je eigenlijk alleen maar aanraden om deze met scherm te nemen. Dit zorgt voor extra gebruiksgemak, wat het vliegen enkel maar aangenamer maakt. Als je al een drone hebt, dan is het wel een stuk duurder om over te stappen naar de DJI RC. Hij kost net geen 300 euro, maar als je vaak vliegt, raad ik nog steeds aan om deze aan te schaffen. Let wel dat je de juiste versie koopt voor je drone. Vond je dit een leuke video? Vergeet dan niet te abonneren en dan zie ik je heel graag terug in de volgende video.